van de geschiedenis over Operation Market Garden. Hey YouTubers, vandaag ga ik weer een hele dag vloggen. We zijn typisch Nederland. Ik ben Johan. Yo YouTubers, op de fiets, na school. Maar het is toch heel grappig, hè? Hey mensen, welkom bij de nieuwe video. Dit is de ergste ruzie op YouTube ooit. Van School Power. Welkom weer terug bij deze nieuwe vlog. Ik ben eruit en kapot aan. Wij gaan op vakantie naar de Noordkaap. En de Noordkaap is het meest noordelijkste puntje van Europa. Weer bij deze nieuwe vlog. Tijd om weer naar binnen te gaan. Helsinki! Mijn naam is Harm en vandaag ga ik een rol achterwaarts doen. En nu ga ik naar de winkel. Gisteren hebben we natuurlijk de beren gekeken. Zo worden deze vliegtuigen tentoongesteld in dit museum. Welkom bij deze informatievideo over Utopia. Nou, dat komt omdat in de Eerste Wereldoorlog was er eigenlijk geen oorlog. Kuch, kuch, dit ziet er echt vreselijk uit. We zijn nu in Amsterdam. En vandaag, het is een beetje regenachtig, maar ik dacht van het leuke is dan dat als je dan onderweg gaat. Goedemorgen, kijkers van Harm Frode. We zijn nu aangekomen in Rijnberg. Je moet eerst zo een touwbrug op. En dan staat er hier ook een bordje met Boomhut XL. Om binnen te komen en we zijn nu binnen midden in het gebouw. Ik heb helemaal zin in, maar we gaan verder. Ken je Noah Lerum kennen als de Nederlandse ninja? Mensen kijken mijn flits, wat ben je voor fan? Je bent de gamer die iedereen kent. We don't talk anymore. Ja, 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 dat klopt. Ik ben veel te lang weg geweest. Vandaag is het de allereerste video uit mijn gloednieuwe serie The Beginning. The Beginning is de YouTube-serie waarin ik vertel hoe ik ooit begonnen ben met YouTube. Toen kreeg ik plots de kans mijn favoriete YouTubers te zien. Alle volwassenen hebben automatisch de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Van geen manier mag je nooit wegknippen dat je een broodje aan het eten bent. Bezoekers van Drents Hunebedden moeten meer respect krijgen voor dit prehistorische erfgoed. Kijk, je kan het ontkennen, maar eigenlijk ben ik gewoon op spionagemissie bij vliegveld Soesterberg. We staan hier nu midden in het museum. En ik heb het gevoel dat er wat vliegtuigen overvliegen. Achter mij hier is een kunstmatige haven aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. We zijn vandaag bij Mont Michel. Dat is een soort Minas Tirith, maar dan van deze tijd. Ik zal het eens even laten zien. Dat ziet er dus zo uit. Laten we even binnen een kijkje gaan nemen.
is trouwens ook de plek waar we de video Drone Grebbelini hebben opgenomen. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Jetterman, ik zet die diss track af. Ik luister nog liever naar mijn hond geblaf. Het lijkt me vrij duidelijk dat Donald Trump hier zit. Niet voor niks loopt je CIA rond en staat hier de Air Force One. Een GameStop. Het kindvriendelijke YouTube-kanaal. Ze denken dat ze alles kunnen maken. Maar dat dacht ik niet. We hakken de takken, wat ga je nu nakken? De views op je diss track kunnen niet vertakken. Ben nu maar weg voor ze je pakken, dan hakken ze plakken. We staan hier vlak bij de boot. En daar achter ons ligt Ameland. En daar gaan we naartoe. De 50ste Harme Frodo vlog vandaag. Nou, laten we iets heel moois van maken. Hierachter is de filmset van de film Penny Shadow. Hey Marnekeur, daar ben ik weer. Ik maakte de diss track mijn eerste keer. En man, ik dacht, daar blijft het bij. Een diss track over Marnekeur maken is geen groot karwei. Nou, we zijn al helemaal in de stemming hier. Mooi kerst. Hier ook kerst. Kijk, deze kan aan. V. Roosendaal vraagt of ik meer wil vloggen, omdat ze geabonneerd is voor vloggen. Dus nou prima, dan gaan we deze video even verder vloggend doen. DHD is wel bekend, maar niet door jou, het is door je team. Aangepast werd het subliem. Je bent niet bekend om jezelf, maar om je team. En als je meer districts wilt zien, dan abonneer je op mij. En Jetter, bedankt dat je kijkt. Abonneer op mij en doe zeker een like. Je hebt Kingdom, The Prison en Mindtopia is shit. Want wie wilt er nu een pay-to-win versie van The Sims? Maar ik volwassenen doe eens wat slims. Mindtopia is een pay-to-win versie van The Sims. Yeah, boys. Laat zagen jullie die vlogtrailers. Oh, wacht. Nu is hij al direct. Wat als we een dubbele vlog doen? Wacht. Deli-editor van Dus David Games. Roosten mails staan vol met flames. Deli denkt dat hij roosten kan. En strijk op je kanaal, wat is je plan? Hey allemaal, daar ben ik weer. Dit was 2018, het einde doet zeer. EO 2018 is klaar. Het begon naar mijn mening allemaal raar. Het jaar was prachtig, het jaar ging vlug. Gelukkig was aan het einde zelfs Noah Sambrink terug. Hallo kijkers van Haar Mevrouw en welkom in deze gloednieuwe vlog. En voordat ik het vergeet... Gisteren had ik het met een vriend van me over de diss track van Pascal. Niemand heeft ooit in jou geloofd. Klant in games, wat is dat voor naam? Verspeelt geld aan Minecraft, krijgt later geen baan. Ik krijg wel eens de vraag, is het moeilijk om YouTuber te zijn? En dat was een foto bij het Vrijheidsbeeld in New York. Toch altijd jammer dat je ziet dat zo'n groot huis gewoon helemaal leeg komt te staan en misschien straks wel gesloopt wordt. Ik ben zelf niet genomineerd als beste nieuwkomer. Daar ging ik eigenlijk voor, maar helaas. We zijn aangekomen in Luik. Kruisboog. Zo'n mooi uitzicht weer. Ik daag uit. Jetter. Luxe leventje. En klanten games kom boksen. Wow! Het is grappig om te zien dat je op DAD wilt lijken. Dagelijks games en een team, allebei met 4, dat is vergelijken. Hij is gemaakt door Harmon Frodo. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de allereerste aflevering van mijn nieuwe serie Haten op. Pakka Kevin had maar niet aan de lijn, al een jaar geen groei, dat vindt hij niet fijn. Mijn YouTube verhaal, The Last Soldier, mijn allereerste Jetter diss track. Hij is geabonneerd op Enzo. Hij heeft een hekel aan vloggers, hè? Ik kijk het nooit, echt waar. Het jaaroverzicht. Hey! Look at this guy. Outfit change heb ik. Ik reageer op Luc, die reageert op Linktijger, die reageert op Jeremy Frieser, die reageert op Don. Wel grappig dat zo'n hele stad in zo'n korte tijd in teken kan staan van natuurlijk die grote wedstrijd van Ajax en zo.
De Potgon District, DHD Copycat. Video over video art. Wel dan, Elko. De Klant in Games District. Het is al ondertussen de 14e aflevering van Die Beginning. Als eerste heb ik Lux Leventje ontmoet, dit begin van 2019. Echt al heel lang ondertussen. En hoe hij edit, diss tracks maakt, kan rappen en zo. Ja, wel echt een voorbeeld voor mij. Dus ik vind hem niet slecht op. En GameStop is gefaald. Vind je dat ik overdrijf? Alles begon met GTA 5. Toen deden jullie nog met groepsopnames mee. Vroeger allemaal nog verliefd op Kingdom 2. Mannen lezen de vrouw. De vrouw is een blad van de Telegraaf wat elke zaterdag meekomt met de krant De Telegraaf. Weer in de vlog. Nee, goed vlog. Nee, het is een hele leuke vlog. En de Bermuda driehoek? Bermuda driehoek bestaat niet. En dus van alle Nederlandstalige mensen kijkt 0,00099% naar mijn video's. Duitse paratroopers die het lukt om Winston Churchill te ontvoeren aan het einde van de oorlog. Het klinkt als een van de grootste complottheorieën aller tijden. Op de voorkant zie je een vrouw met motor. Volgens mij is het Marije Zuurveld, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we opnieuw bij het Nationaal Militair Museum. En na vandaag zijn we klaar. Vandaag zijn de allerlaatste twee toetsen, godsdienst en Nederlands. En als we die hebben gemaakt, is het officieel vakantie. Ten eerste gaat iedereen op een dag dood. Ten tweede heeft iedereen een voornaam. En de meeste mensen ook een achternaam. Waarin ik je dit verhaal verder ga vertellen over de grootste complottheorie aller tijden. Ik dacht dat dit blad de vrouw was. Maar het probleem is dat de vrouw, de redactie van de vrouw, hun naam veranderd heeft. Dit is de allereerste stop van dag 2 van het rijden. Huisje in Zuid-Frankrijk, dus dat betekent dat je 1300 kilometer rijdt. Het is hier wel heel vet, alleen ook wel altijd een beetje eng, want zo'n gebouw is ooit iets geweest en dat heeft er ooit om een reden gestaan en om een reden weggegaan ofzo. Welkom bij deze gloednieuwe video waarin ik een beetje vertel over welke kleding ik meestal draag. Die is geland met zijn parachute en die moet een beetje de operatie gaan voorbereiden in Engeland. Plan. Nee, je kan zwemmen, je kan lopen, wandelen, fietsen. Je kan eigenlijk alles doen in de vakantie. In de vakantie heb je daar eindelijk tijd voor. Dan weer een mooie wijsheid over het ultieme zomergeluk. Oh. Ik stond net bij een groene auto. Ik dacht, ik klap even het statief uit. Kan ik er leuk naast gaan staan en zo. Na mijn vlog in Monaco en nadat ik 1000 keer in het zwembad was geplonst, was het tijd om weer terug te gaan naar Nederland. Het is grappig om te zien dat jij op DHD wilt lijken. Dagelijks games en een team, allebei met vier dat is vergelijken. Het is een beetje onhandig dat ik dit met één hand moet doen nu. Tegen Duitsland, op Normandië. En dan op het moment dat het bijna zover is, wordt hij teruggeroepen. 9,5 ton werd neergeteld voor het eerste vaatje nieuwe haring van dit jaar. 19,1 miljoen toeristen bezochten ons land in dit jaar. Ik heb trouwens ook de serie nog niet uitgelegd. Welkom bij het kijken naar The Eagle Has Landed. Misschien lopen we per ongeluk 3 afleveringen achter. 61% van de werkende ouders voelt zich schuldig als er geen gezonde maaltijd op tafel staat. Rudimentair ligt op schema. Hij heeft nu 400k. Je bent nu al groter dan Duncan. Ja, je wordt groter dan de leshaak. Het is weer tijd voor weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Gerard gewoon gestipt. Dus jongens, even een eerbetoon, een korte ode. En misschien
kunnen jullie het aan mijn stem een beetje horen? Ik ben ziek, maar net een beetje vervelend ziek. September 12, 1943. German paratrooper snatched Mussolini from his mountaintop prison in Italy. Hier achter ons ligt Amsterdam, denk ik. Wel grappig natuurlijk dat de hele stad nu in thema staat van natuurlijk die grote wedstrijd van vanavond van Ajax en zo. Handgranaten! Dan krijg jij van mij dit bompakket met Zemtek. Ik kan het bijna niet meer aan. Yo! Ja, nou, sterke toevoeging dus. Is het aangeraden om in Loch Ness te gaan zwemmen? Dat is weer zeker niet. Hangt er vanaf hoe lang je zwemmen wil.